Like deze video als jij Nostalgie al hebt geluisterd. Zoals jullie waarschijnlijk weten heeft Job zijn allereerste liedje uitgebracht, genaamd Nostalgie. En vandaag gaan we de lyrics gebruiken om een vriendin in de maling te nemen. Hoe zal ze erop reageren? Zal ze blij zijn? Zal ze boos worden? We weten het allemaal niet. Oh ja, en trouwens, het liedje is te beluisteren op Spotify. Job, Nostalgie. Weet je wat? Ik zet wel een link hieronder en als je het wil luisteren, zou het hartstikke tof zijn. Laten we beginnen. Het liedje begint namelijk zo. Alles wat we hadden, een herinnering. In discussie en Cupido staat er midden in. Laten we deze even gaan sturen en ik ben dus heel erg benieuwd wat ze hierop te zeggen heeft. Wat heeft ze hierop te zeggen? Oké, ze is in ieder geval aan het typen. Ja, ze is wel heel erg snel online op dit moment. Maar ja, wat zal ze erover zeggen? Oké, en welke discussie? En waar is Cupido dan? Oh, gaan we zo beginnen? Ze deed het toch wel gelijk heel erg letterlijk. Maar goed, weet je, we zijn natuurlijk nog lang niet klaar. En het kan alleen maar erger en gekker worden met de lyrics prank. We gaan even verder. De volgende line is, jij en ik kunnen niet samen, willen wel samen, daardoor vallen tranen. Daar gaan we. Ik ben echt benieuwd wat ze erop te zeggen heeft. Tot nu toe, oh, ze is wel heel erg snel aan het typen. Wacht, ik kan gewoon lezen. Ze leest echt super snel. Dat komt omdat ze ook super veel boeken leest. Wat? Hoezo? Wij kunnen prima samen. Toch? En ik huil helemaal niet. Nou ja, het is in ieder geval duidelijk. Het begint al gelijk op deze manier. Maar oké, het wordt alleen maar gekker en gekker. Dus ik ga gelijk even de volgende line typen. Zeg ik ja, zeg ik nee en dan alle twee. Lopen we boos weg als een reality op de tv. Het klinkt zo raar als ik het niet zing en eigenlijk gewoon zeg. Want ik ken het liedje gewoon zelf ondertussen wel. Of ik hem van buiten ken, misschien wel. Maar weet je, ik ga de volgende line even sturen. Wat gaat ze hier eigenlijk op zeggen? Oké, het is in ieder geval verstuurd. En ja, ook ze is weer aan het typen. Top. Wanneer komen we op tv? Ik wil beroemd worden. Oh, lieverd, nee, dat gaan we niet doen. Voor de mensen die trouwens denken, waarom heet zij vriendin op WhatsApp? Ik hou haar liever graag privé en buiten de camera. Dus bij deze. Laten we in ieder geval de volgende line sturen. Misschien ligt het aan ons beiden moeten water bij de wijn. Dat is de volgende line. Tot nu toe gaat het nog best wel goed. De trapte volledig in, maar ik weet één ding niet heel zeker. Of ze het liedje überhaupt wel kent. Volgens mij zit ze niet echt op YouTube en op TikTok. Ja, tenminste op TikTok zit ze wel regelmatig, maar niet echt op YouTube. Spotify beluistert ze wel, maar het liedje is net nieuw. Misschien de hoogste tijd om het liedje ook aan haar te laten horen. Oh, ik krijg ondertussen zo'n reactie. Ew, ik lust geen wijn. Doe mij maar cola. Ja, dat is in ieder geval wat duidelijk. Mijn vriendin vindt cola hartstikke lekker. Wel de cola zero natuurlijk. Want die suikers, dan gaat ze alleen maar van stuiteren. Maar we blijven in ons rol. En ik vind het misschien best wel lastig. Want soms wil ik op dingen gaan reageren. Maar laat dat even niet doen. Het volgende wat ik ga zeggen is, ik kan het niet. Ik kan het bijna niet geloven. Oké, we gaan gewoon lekker blijven sturen. Tot nu toe zijn de lyrics niet zo heel erg op dit moment. Maar oké, ze is weer aan het typen. En wat zal ze hier überhaupt op zeggen? Wat niet? Waarom ben je zo onduidelijk vandaag? Oh ja, dat dacht ik al. Eindelijk krijgen we zo'n reactie. Ik ben misschien inderdaad wel een beetje onduidelijk. Want als iemand echt van duidelijkheid geven houdt, ben ik het wel. En zijn de rollen meestal een beetje omgedraaid. Maar bij deze ben ik het. Het volgende wat ik stuur, dat ik jou nu niet meer zie. En ze is weer aan het typen. Natuurlijk. We hebben gewoon een hele conversatie op dit moment. Ik hoop echt niet dat ze het door gaan krijgen. Ze mag niks doorhebben. Het is de bedoeling dat ze gewoon dit soort antwoorden blijft geven. Huh? Maar je ziet mijn profielfoto toch gewoon? Oh, gaat het nou serieus over WhatsApp? Ik had liever gehad dat het op een andere manier had geïnterpreteerd. Maar dat maakt niet uit. Uiteindelijk is nu de bedoeling dat we gaan beginnen met de lyrics waar het echt over gaat. Daar gaan we dan. Ik zweef in nostalgie. Want jij bent er niet. Oké, wat gaat ze hierop zeggen? Ik wou bijna weer verder gaan zingen, maar laat er maar even mee wachten. Ik ben er wel. Je praat toch met mij? Als je zo onduidelijk blijft, ga ik offline hoor. Nou, laat het even niet doen. Oké, oh, ik wil echt op reageren. Hoe moet ik dit oplossen? Ik ben bang dat ze mij straks gaat blokkeren. Dat ze boos wordt. Het is wel een beetje zwak om iemand te blokkeren via WhatsApp zonder een duidelijk gesprek over te hebben. Ik moet wel de kans zo meteen krijgen om te zeggen dat het een prank is. Maar goed. En gisteren zat ik er nog middenin. En deze wordt weer gestuurd. En ze is weer aan het typen hoor. Wat heeft ze nou weer te melden? Waar was je gisteren? Niet met een ander meisje, toch? Oh nee. Wacht, ik was inderdaad gisteren niet langs geweest, maar alsjeblieft zeg. Oh, ja, ik heb mijn Snapchat-locatie uitgezet per ongeluk voor 24 uur. Dat is niet handig voor mij. Oh, hoe moet je dat uitleggen? Hoe moet ik eruit komen? Nu zijn wij alleen maar een herinnering. Oh, dit is echt niet leuk. Oké, ik begin wel een beetje te stressen op dit moment, maar probeer rustig te blijven, Dally. Probeer rustig te blijven. Ze is weer aan het typen. Oh, ik hoop niet dat ik die ellende over me heen ga krijgen. Alsjeblieft. Wat? Maak je het uit? Nee. Oh, dit is echt dom. Dit is echt dom. Oh, hoe moet ik mezelf hier onderuit proberen te praten? Ik voel me echt niet goed tot dit moment. Ik ga echt zulke erge ruzie met haar krijgen nu. En het ergste is, het is verleden tijd. Als ik dit al tegen haar moet zeggen, ik denk dat het echt fout gaat. Oh, onze relatie is best wel goed over het algemeen, maar als ze dit hoort, dan gaan we dan. Alsjeblieft. Spaar me alsjeblieft. Oh, stiekem hoop ik wel dat ze een beetje door heeft dat de lyrics prank is, dat ze iets rustiger wordt, maar ik vrees ervoor. Oké, prima. Als je het zo graag wil, gemeen Rick. Oké, hoe moet ik deze zin überhaupt opvatten? Ik begrijp er helemaal
helemaal niks van. Bedoelt ze het op een leuke manier, gemeene manier? Ja, ik weet het niet, jongens. Maar goed, we gaan de volgende line-up sturen. Je schittert in afwezigheid. Oh, hoe moet ik dit überhaupt gaan zeggen? Nu komt het echt over alsof ik haar wil dumpen. Dat wil ik absoluut niet, maar... Oh, alsjeblieft. Ik zweer het, die adrenaline zit echt gewoon tot hier. En ze is weer aan het typen. Wacht, ik lees de berichten terug. Ik herken de tekst. Oh, aan de ene kant denk ik van gelukkig, want het geeft wel een beetje een gerust gevoel. Ze wou het wel bijna uitmaken, ze wou het bijna blokkeren. Maar de andere kant, zo snel mag de video niet voorbij zijn. We moeten proberen in onze rol te blijven. Ik kan niet verder, kijk alleen maar terug. Oh, ik moet dat proberen te overtuigen. Hoe moet ik dit doen? Dit is echt niet makkelijk. En ze is weer aan het typen hoor. Terug naar wat? Oké, ze trapt er gelukkig volledig weer in. Oké, ik moet mezelf zo meteen echt gaan verantwoorden. En dat is iets wat ik helemaal niet wil. Ik zweef in nostalgie, ergens boven in de lucht. Nou, dan hebben we dat in ieder geval weer gestuurd. Wat gaat ze hierop zeggen? Nu gaan we het krijgen. Maar aan de andere kant, nostalgie kan ook iets heel erg positiefs zijn, weet je. Ik bedoel, we hebben een leuk verleden gehad op zich. Ze zegt tegen mij, het ligt op het puntje van mijn tong. Nostalgie, of niet. Is dit een grap? Oh, ze gaat het al bijna doorkrijgen. Ik blijf in mijn rol, oké? Alles anders vanaf hier, maar ik schuil in nostalgie. Nou, dan gaan we eens even doorsturen. En wat gaat ze hierop zeggen? Alles, oh... Maar ja, hoezo anders? En waar schuil je? Dit is geen verstoppertje. Ze heeft ook wel zenuwsins gelijk, alleen... Ik weet niet wat ik hier moet zeggen. Maar tot nu toe, er is niks aan de hand. We hebben de situatie in ieder geval weten te kalmeren. Ja, ik schuil in nostalgie. Nou, bij deze. Ik schuil er letterlijk in. Geen verstoppertje, zegt ze tegen mij. Oh, waarom denk ze ook dat ik verstoppertje aan het spelen ben? En hoezo wordt ze boos voor verstoppertje? Want verstoppertje is superleuk. Ik begrijp het al. Zij wil gewoon niet dat ze mij moet zoeken. Ik snap het hoor. Gaat waarschijnlijk een uur kosten. Met mijn camouflage. Het volgende wat ik kan zeggen kan best wel heftig overkomen. Geen bereik, check de foto. Op mijn telefoon. Oh my god. Eerst dacht natuurlijk dat ik het over een break-up had. Oftewel om het uit te maken. En nu zeggen, check de foto's op mijn telefoon. Ik weet niet wat ze hiervan moet vinden, maar ik hou mijn hart alvast vast. Ja, ik kan mijn hart trouwens niet vasthouden, want dat dan moet... Nee, ik ga er niks over zeggen. Geen bereik, maar je praat met mij. En welke foto? Ja, hoe moet ik hier mezelf onderuit praten? Ik begrijp er niks van. Zie jou en mij, ik vergroot dat zet de toon. Ik weet niet of ik het helemaal goed zeg op de manier, maar het maakt niet uit. Laat ik dit even gaan sturen, kom. Maar wat zal haar reactie hier nou weer op zijn? Ja, obviously. De toon, als in muziek? Ja, in dit geval wel. Alleen, ik mag hier niet echt op reageren. Daar heb ik een snippet voor. Oftewel, een zwijgplicht. Misschien was het samen zijn toch wel beter. Misschien wel. En nu gaat het klinken alsof ik het over het verleden heb. Oh, en daar kom je nu mee? Dan had je het niet moeten uitmaken. Ik heb het niet uitgemaakt. Waar heeft zij het überhaupt over? Ik heb niks uitgemaakt. Alsjeblieft zeg, heb ik gezegd ik maak het uit? Nee. Maar goed, we gaan naar de laatste zin toe. En dit zou zomaar een cruciale zin kunnen zijn. Maar daarna moet ik zeggen dat het een prank is. Dan gaan we dan in 3, 2, 1. Oké, ik hou mijn hoofd wel een beetje cool. Ik laat mijn hoofd even koel houden. Ik hoop niet dat ze mij gaat blokkeren op dit moment. Wacht, wat? Ik heb het allemaal teruggelezen en volgens mij weet ik al wat het is. Nostalgie met een Spotify link. Oké, mensen, dit is die van de Spotify link. Ik heb hem al beluisterd, maar heb je hem ook al beluisterd? Laat dat even weten door middel van een like achter te laten. Abonneer zeker op dit kanaal met belletje aan en er wordt al getypt. Ik zal het er even bij zeggen. Prank. Je neemt me in de maling of niet? Ik zeg bij deze ja, prank. Want eerlijk, we hebben alle lyrics al gehad. Maar goed, ze heeft in ieder geval doorgehad bij de allerlaatste line. Ik ga nostalgie luisteren. Doei, like, abonneer en ciao. Ik zweef in nostalgie, want jij bent er niet. En gisteren zat ik er nog meer in. Nu zijn we